Waarom voel ik me vaak schuldig en wat kan ik hieraan doen? Bij schuld dat dat ook eigenlijk blijkbaar een bepaalde stress creëert in jouw lichaam. Ja. Dat je dat ook kunt voelen in een bepaald lichaamsdeel. En dan is het heel interessant om te kijken van hé, hey, waarom voel jij je nou zo snel schuldig bij iets waar je geen schuld aan hebt? Schuld een emotie doet ook echt pijn. Ja. Het heeft ook degelijk een impact op je. Volgens mij hebben ze dat ook wel eens onder een PET-scan getest. En ze zien ook dat bepaalde gebieden in het brein hetzelfde oplichten bij beide. Dus emotionele pijn is even pijnlijk als fysieke pijn. Welkom bij de Mentale Spreekkamer. Dit is de podcast waarin we jou meenemen achter de spreekkamerdeur en waardevolle tips en informatie met je delen. Mijn naam is Chris, Mind Body Arts. En tegenover me zit Aisha, neurowetenschapper en neuropsycholoog. En deze week hebben we een vraag gekregen en die luidt als volgt. Waarom voel ik me vaak schuldig en wat kan ik hieraan doen? Ja, wat een goede vraag. Ja, ja schuldgevoel is eigenlijk een uh, emotie. Een hele belangrijke emotie. Het is eigenlijk een secundaire emotie. Dus vaak op het moment dat we aan emoties denken, ik weet niet of jij dat zelf ook hebt, dan zeg je van hé, hey, dan uh, denken de meeste mensen aan de vier B's zie zien als bang, boos, bedroefd en wat is de vierde? Bang, blij. Ja. Ik zou bijna de positieve emoties vergeten. Yeah. Omdat je zo aan uh, als psycholoog vaak uh, inzoomt op van hé, hey, wat kan er beter? Of wat uh, Waar loop je tegenaan? Um, dus je denkt vaak dan eigenlijk aan die basisemoties. Van hé, hey, ik wil me minder verdrietig voelen of minder angst ervaren of minder boos voelen of me blijer voelen. Ja. Yeah. Maar je hebt ook heel veel secundaire emoties die eigenlijk uh, ja, ook heel veel informatie geven en ook heel belangrijk zijn. En dan kan je denken aan heel veel voorkomende emoties als schuldgevoel of schaamte. Dat wist ik helemaal niet, joh. Ja, ik, voor mij, um, of ja, ik wist het wel, maar een aantal jaren terug wist ik het niet. Maar schuld voelt zo, als je je schuldig voelt, voelt het zo als het hoort erbij. En een ja. emotie is meer iets van oké, okay, ik voel het echt. Maar schuld voel je natuurlijk ook. Dus inderdaad, wat je zegt, is schuld is dus een secundaire emotie. Ja, zeker. En het is ook wel een hele belangrijke een secundaire emotie. Want je moet je maar voorstellen, kijk, stel je voor dat jij totaal niet schuldig zou voelen. Als jij je nooit schuldig zou voelen, mm -hmm. hoe zou dat jouw gedrag kunnen veranderen? Dan was ik een oplichter. <laughs> Ja, dan heb je helemaal niet, dan voel je je niet schuldig en denk je van, nou, ik heb rekeningen, nou, verzin je wel iets, toch? Precies, ik zou dus... het niet kunnen doen, maar ja. <laughs> dus dat is heel mooi. Ik zeg maar, evolutionair gezien, een schuldgevoel is eigenlijk gewoon heel belangrijk. Want doordat wij ons schuldig voelen, dan maak je eigenlijk geen misbruik van de ander. En heb je eigenlijk veel meer respect voor de ander. En niet alleen omdat dat normen of waarden of regels zijn die je vanuit je ouders krijgt of vanuit de maatschappij krijgt, maar. Technisch gezien win je er zelf ook iets mee. Want je weet gewoon, als je iemand anders onrecht aandoet, ja, dan voel je, je vreselijk. Ja. Dan voel je je schuldig. En dat je daarin dus ook, ik zeg maar, dus, dus als maatschappij dient het schuldgevoel, dient je wel, want het zorgt eigenlijk dat mensen een beetje ja, in toon blijven. Dat mensen normaal blijven doen. Ja, grappig. Want, want als we even back to the basics gaan voor de mensen die uh, heel lang onder steen hebben geleefd... wat is schuld? Of voor de mensen die daar nog nooit echt over hebben nagedacht. Ja, Schuld is eigenlijk dus een emotie, een gevoel dat je hebt of ervaart op het moment dat jij een ander onrecht hebt aangedaan of in je hoofd hebt dat je iemand onrecht aan hebt gedaan of iets verkeerds hebt gedaan. En het grappige is dus dat als je je dus schuldig voelt bij mensen, kan dat zich heel anders... Ja, kan, iedereen kan dat uh, op een bepaalde plek in zijn lichaam voelen. Dus wat ik voor het vaker terughoor, is dat als mensen zich schuldig voelen. Ze dat in een bepaald, uh, bepaalde plek van hun lijf voelen. Voordat je heel erg buikpijn krijgt. Of een beetje zo'n ingekrompen gevoel van. Oeh, wat heb ik nou weer gedaan? Wat stom of oh, wat erg. Ja, dus, dus inderdaad, je voelt het in. En wat hetzelfde met spanning hè. Ja. Volgens mij was er ook een enquête. En het blijkt dus volgens mij dat 70 tot 80% van alle mensen, als je vraagt van hé, hey, waar voel jij spanning, dat ze altijd een onderdeel kunnen aanwijzen in hun lichaam. En meestal is dat inderdaad in je hoofd, dat je het daar voelt, of in je nek of in je schouders. Maar wat jij dus eigenlijk zegt is dat. Bij schuld, dat dat ook eigenlijk blijkbaar een bepaalde stress creëert in jouw lichaam. Ja. Dat je dat ook kunt voelen in een bepaald lichaamsdeel. Ja, zeker, zeker. Dus dat is ook een check. Ik weet niet of jij je onlangs nog schuldig hebt gevoeld. Anders kunnen we bij jou kijken waar dat zit. Heb ik mij onlangs schuldig gevoeld? Ja, goede vraag. Ja. Ja, ik, misschien. Ja, misschien. Ik, 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 ik sport wel eens. Ik padel wel eens. Dat is zeg maar dat je in een kooi zit te tennissen, om het even zo te noemen. En soms heb je gewoon dagen. Of ik althans, dat ik echt. Uh, dat ik zo uh, ja, duizelig ben. Een beetje foggy ben. Dat het gewoon niet mijn beste dag is. En dan ben ik niet zo scherp. En als je dan op een aardig niveau speelt, dan heb je soms dagen dat je die scherpte wel nodig hebt, maar niet hebt. En dan heb ik wel eens een moment dat ik denk van oeh, ik voel me een beetje schuldig. Want ik ben wel klaar, blijkelijk degene die. Uh, ervoor zorgt dat wij niet uh, winnen, zeg maar. <laughs> dus dan ja, voel ik me schuldig. Wat een goed voorbeeld. Ja, ja maar dan zit ik wel zeg maar, helemaal in die game en ik merk wel dat mijn klachten dan wel wat erger worden. Ja, dat is ook wel een interessante link die je inderdaad legt. En uh, is, wil je, uh, sta je open voor een check om te kijken of je ook schuld op een bepaalde plek in je lichaam voelt? We kunnen nou ja, gaan kijken ik, wat er lukt. Ik, ik zeg, heb mijn hoofd trekken. nodig nu, dus uh, het ligt er een beetje aan waar je naartoe wilt. Ik, ik heb wel eens eerder zo'n check bij jou gedaan. En dat was zo, uh, zo intensief dat ik de rest van de dag dacht van, oh, ik blijf wel even rustig zitten. <laughs> Oké, okay, dus je zegt voor nu eigenlijk even doorgaan, hè? Misschien is het nu handig dat we doorgaan, want ik, uh, want ik wil mijn energie nog even sparen. Maar je hebt eerder wel zo'n check bij mij gedaan. Maar dan, ja, je doet vaker van dit soort checks uh, bij mensen, maar bij mij ook. Maar je kunt het kunnen best wel intensief zijn, want je gaaft best wel diep. Ja, oké. Okay. Dus dan gaan we te veel omhoog misschien roepen. Is het nu even niet handig, maar we gaan het, misschien na de aflevering mag jij zo'n check ja, gaan of doen. Ja, ga een keer een demo doen op het einde van de dag. Dat je denkt, ja. dat, hey, we hebben het hoofd niet meer nodig. Maar het grappige is dus inderdaad, dat als je dus uh, gaat kijken van hé, hey, dus dat is ook voor de luisteraar gewoon heel interessant. Kijk, op het moment dat je um, ergens mee worstelt, of dat je denkt, oh, ik voel me echt heel erg schuldig. Eigenlijk dat schuldgevoel dat zegt eigenlijk tegen je van hé, hey, je hebt iets fout gedaan. Hey, er klopt iets niet. Je hebt iemand iets aangedaan. He, en, en dan ga je vervolgens, omdat je dat schuldgevoel hebt, ga je op een bepaalde manier reageren. Maar eigenlijk is het dus heel interessant om bij jezelf na te gaan van, hé, hey, ik voel me schuldig. He, waar voel ik dat in mijn lichaam? Hoe herken ik dat schuldgevoel bij mezelf? En begrijp ik ook waar dat vandaan komt? Ja. En eigenlijk de eerste vraag die ik vaak stel, de eerste check, en daar zou ik willen zeggen. Maar eigenlijk waar ik altijd eerst heel erg benieuwd naar ben, is kijk, stel je voor dat jij vertelt, hé, hey, ik voel me schuldig, eh, met zo'n potje padel. Dan krijg ik eigenlijk altijd gelijk wel weten van, hé, hey, is dat logisch? Is het logisch dat je je schuldig voelt? Hè, is dat een logische situatie om je schuldig te voelen? Goeie vraag. Um, ja, iedereen heeft wel eens een day off. Ja. Maar anderzijds snap ik het wel een beetje ook of zo. Ja. Snap je wat ik bedoel? Ja, ik vind het ook een beetje een in-betweener, moet ik het zeggen. Het is een in-betweener. Omdat maar... er een competitieve component aan ja. zit. En het doel natuurlijk van een panelwedstrijd is: je wil winnen. Ja. Ik weet dat jij competitief speelt, dus dat je ranking ook daardoor verstoord wordt. Ja. En ja. Um, in die zin, ook als je met een vreemde bent, als je met een vreemde speelt, dan voel je je misschien ook iets eerder schuldig dan als het in een goede vriend of vriendin is. Dat je denkt, of als je met mij speelt, dan denk je zoiets van: oh, IJs, uh, ik heb vandaag wat minder. Dan hoef je ook niet schuldig te voelen, omdat je weet. Hey, diegene die gaat je niet afwijzen, of die denkt niet minder over je, of die heeft niet meer dat hij nooit meer met je wil spelen, omdat je één dag wat minder goed speelde. Ja, ik heb misschien een relevanter uh, schuldgevoel die me net te binnen schiet was in het begin toen, toen ik uitviel met post-COVID. Toen de klachten zijn wel wat verbeterd, maar toen de tijd was het zo heftig dat ik ook echt helemaal niks kon. En ik voelde me toen heel erg schuldig naar het ziekenhuis, naar de afdeling dat ik er niet was. Dat ja. ik niet kon helpen en dat zij nu waarschijnlijk met een gat zitten, namelijk iemand die uitgevallen is. En toen voelde ik me wel heel erg schuldig. Ja. Terwijl ik van binnen wist van, hé, hey, ik kan hier niks aan doen. Ik heb het opgelopen, ik heb mijn best gedaan tijdens de COVID-periode. Ik heb al die mensen in het begin zonder kapje gezien, omdat men niet wist toen de tijd dat het COVID was. Ik heb het opgelopen. Maar toch voelde dat als een schuldgevoel. En ik denk ja. dat mensen die thuis zitten met bijvoorbeeld angst of bepaalde patronen of bepaalde klachten, dat zij ook zoiets hebben van, ik voel mij schuldig voor mijn klachten, maar ik kan hier eigenlijk, tot zover ik weet, niks aan doen. Ja, ja en dat is dus een heel mooi voorbeeld wat je noemt. En dat is dus ook altijd heel goed om te kijken van, hé, hey, begrijp je waarom je schuldig bent? Is het logisch dat je je schuldig voelt? Mm -hmm. En ook in zo'n situatie, kijk, je bent ziek. En dat is ook wel interessant in wat je dus nu als voorbeeld geeft. Kijk, je, technisch gezien, je bent ziek. De oorzaak van je ziekte is een virus die je op werk hebt opgelopen. En is het dan logisch dat je je dan schuldig voelt? Want eigenlijk, hè, zo kan je het ook beredeneren: eigenlijk is je tegelijkertijd ook iets aangedaan. Hè, kijk, als je de keuze had gehad, dan had je gewerkt. Maar omdat je daar zonder kapje hebt gewerkt, heb je een ziekte gekregen waardoor je niet meer kon werken. Ja. En dat is wel een iets andere situatie. En dan heb ik het hypothetisch gezien. Um, is, dan is het minder logisch dat je je schuldig zou voelen. Dan stel je voor dat je, um, ja, laten we zeggen, dat je op vakantie gaat. En dat je daar ziek wordt en dat je daardoor niet kan werken. Of dat ja. je op vakantie gaat en dat je, je uh, een positieve COVID-besmetting op vakantie zou hebben opgelopen. En dat je daardoor in, daar in quarantaine moet en dat je dan dus vervolgens niet op werk kan verschijnen. Ja. En dat dan al je collega's uh, het voor jou moeten opvangen. Dus een beetje de factor van je had het kunnen voorkomen en je had het niet kunnen voorkomen. Een beetje dat eigenlijk. Ja, en er zitten natuurlijk heel veel lagen en componenten ja. in, maar dit is gewoon meer eigenlijk van... Hey, uh, ook een beetje van hoe we denken of hoe we kunnen kijken naar schuldgevoel van hey had je er iets aan kunnen doen of niet is het logisch dat jij je schuldig voelt of niet en uh, dat is wel grappig ik had laatst dan ook een cliënt en die stoten dan als kind wel eens uh, ja, nou die was gewoon net iets motorisch gezien uh, soms net iets minder handig ja onhandig ja <laughs> wat ik zelf ook heel vaak heb ik ben heel onhandig ja. maar die had dus wel eens ze dan uh, dat ze dan tegen een uh, stoelpoot of zo aanstoten en die voelt zich vervolgens heel erg schuldig. En nu, zeg maar, hedendaags. Ja, en ook toen de tijd. Maar ah, dat ja. roept een schuldgevoel op. En dan denk je zoiets van: ja, is het logisch dat je je schuldig voelt als je je eigen voet stoot? Ja, dat is eigenlijk helemaal niet logisch. Nee, precies. Als je daarover na gaat denken. Hè, als, je, 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 als ik mijn voet nu ga stoten. Dan denk ik, auw, ja. help me, red me. Daar, daar ik gaan we ga dood. weer. <laughs> ja. Nee, maar dus dat is, dat is eigenlijk een, dan zou je eigenlijk veel meer. Ja, ik zou veel eerder boos of registreerd. Dat zou een hele, Ja, vind ik persoonlijk een logischere uh, emotie. Dat je boos bent op die tafel, dat die daar staat op het moment dat jij er langs wil lopen. Ja, precies. En, en, en als je dat soort patronen bij jezelf gaat herkennen, dus dat is wel heel interessant. Dus ook als de luisteraar zich wel eens of regelmatig schuldig voelt. Ga jezelf eens afvragen: van hé, hey, is het logisch dat ik me schuldig voel? Is het logisch dat ik me schuldig voel als ik een keertje een mindere dag heb op het moment dat je potje gaat paddelen? Want andersom kan je dan ook altijd gaan kijken: van hé, hey, stel je voor dat jouw partner een keertje een uh, mindere dag heeft. Vind je dan dat diegene zich schuldig zou moeten voelen? Ah, ja. Ja, uh, nee, kan gebeuren. Ja. Soms wel hoor, want dan gaat mijn ranking eraan. Maar uh, nee, maar het is, het is wel dat je denkt van nou ja, hoort gewoon natuurlijk bij de sport. En ook tegelijkertijd, hè, als een collega van jou ziek uitvalt op ja. werk, denk je dan dat diegene daar zich daar schuldig over zou moeten voelen? Nee, gewoon niet. Dus dat, dat is inderdaad, een, dat is een veel beter voorbeeld. Want dan heb ik zoiets van ja, zo'n iemand kan daar niks aan doen. Ja. Het is um, Overkomen. En ja, dat zou had iedereen kunnen overkomen. Maar stel dat diegene naar Ibiza ging tijdens de pandemie, ik noem maar wat, naar een rave toe en terugkomt, dan denken wij mezelf, ja, misschien had je je wel een beetje schuldig moeten voelen. Ja. Dus dat is inderdaad wel het grote verschil. Maar het, het, het dient dus, dus. Dus wat je eigenlijk zegt met schuld, het heeft dus wel echt een functie. Ja, alleen dus het lastige is dus: kijk, het heeft een functie, het heeft een evolutionaire functie. En op het moment dat jij iemand onrecht aandoet, of dat je de eh, normen of regels van de maatschappij. Bewust doorbreekt, zeg je voor je kiest ervoor een oplichter te zijn, ja, dan mag je je ook best wel schuldig voelen. Ja, dan daarvoor is die emotie bedoeld als ze dus eigenlijk uh, iets doet wat niet mag of wat niet kan of wat uh, ja, wat de maatschappij niet accepteert. Ja. Dan daarvoor is het schuldgevoel bedoeld dat je gewoon normaal gaat doen. Maar wat je dus vaak ziet, is dat mensen dus een schuldgevoel creëren. Of dat ze zich heel vaak schuldig voelen. Ook voor dingen waar je helemaal niet schuldig voor hoort te voelen. Ja. En dan is het heel interessant om te kijken: van, hé, hey, waarom voel jij je nou zo snel schuldig bij iets waar je geen schuld aan hebt? Sorry dat ik je stoor. Uit onze statistieken blijkt namelijk dat 80% van al onze luisteraars nog niet geabonneerd is. Terwijl dit gratis is en ons enorm helpt. Dus mocht je deze podcast interessant vinden en willen ondersteunen, pauzeer dan deze podcast. Abonneer je op ons kanaal en laat een duimpje of sterren achter. Dit motiveert ons om door te gaan en zorgt ervoor dat we elke week op zondag om 12 uur een nieuwe aflevering kunnen opnemen. We gaan weer verder met de podcast. Dus wat je eigenlijk zegt is dat je dan bepaalde neurale paden hebt gevormd in je verleden ja. vanuit je kern en dat die neurale paden toch een soort van uitsteeksel hebben naar schuldgevoel. En op bepaalde momenten in jouw leven vandaag de dag wordt zeg maar die snaar eigenlijk geraakt. En dat heeft dus een bepaalde brei aan neurale paden vanuit je verleden. Eigenlijk daar komt dat vandaan. En dat is eigenlijk wat we dus ook doen in het traject. Dus we kijken van, hé, hey, geen wat jij nu ervaart, of het nou emotionele klachten zijn als boosheid. Sommige mensen zijn altijd heel vaak boos of zijn heel vaak verdrietig. Dan hebben we niet mensen die heel vaak blij zijn. Dat is dan toch ook wel weer bijzonder uh, aan onze mens zijn. Worden ze daarna. Ja, dat worden ze daarna <laughs> dan inderdaad. Of mensen met bepaalde klachten. Bijvoorbeeld die somber worden door bepaalde situaties. Of die juist heel veel klachten krijgen bij bepaalde situaties. Je ziet toch wel, als je heel diep graaft in die kern, dat daar altijd bepaalde dingen zijn gebeurd, waardoor je brein een bepaald. Neuraal pad heeft gevormd. En schuldgevoel is daar ook in, van een schuldpad, noemen wij dat dan. Ja. En in het kentje kijken we dan vanuit hey, van het verleden: van, hey wat heb jij meegemaakt? Wat voor emotionele ballast, blokkades zitten daar? Die ervoor zorgen dat jij die link legt. En daar gaan we in graven, die gaan we verwerken en die gaan we behandelen. En zo zien we dus heel vaak dat bepaalde van dit soort. Ja, emotionele klachten, patronen, toch echt vanuit het verleden komen. En als je dat herkent thuis en denkt van... hé, ik heb dat ook. Ik word ook wel eens getriggerd met bepaalde klachten of emoties of patronen. Waar ligt dat aan? Dan is het kentraject heel interessant. En mocht je daar meer informatie over willen hebben... kan je dat vinden op christenijzer.nl slash kentraject. En ik zal het linkje ook in de beschrijving plaatsen. Maar dat is toch wel interessant. Dat schuld heeft toch een grotere impact op ons dan dat we denken. Zeker, zeker. En dat is dus ook wel heel interessant. Dat, hè, en dat, het grappige is dus ook de meeste cliënten die last hebben van schuldgevoel. die voelen zich dus schuldig om hele. ja, je zou bijna objectief kunnen zeggen. kleine, onbenullige dingen. waar je echt denkt van. oh, voel je je daar schuldig over? En dat is dus juist gewoon heel interessant. Het zijn bijna nooit hele grote onderwerpen. of dingen waarbij ze eigenlijk objectief schuld bij hadden. Dus dat is dus wel heel interessant. Dus dat je subjectieve schuldgevoel hoeft helemaal niet overeen te komen met je objectieve schuld. Ja, want als wij dat horen, dan denken we ook bij mezelf... Huh, voel je je daar schuldig over? Ja. Dan gaan er bij ons al wat lampjes branden van... Hier okay, zit iets onder. Hier zit wat onder, want het, ik vind het absoluut niet iets... waar je je schuldig over moet voelen. Ja. Terwijl als iemand, iemand anders wat mis, mis, misdoet... dan ja. zouden we denken van... nou ja, ik snap dat je je schuldig voelt. Maar heel vaak bij onze cliënten is dat van... oké, okay, ik snap niet precies waar dit vandaan komt... maar als ik jouw jou, jou film terugkijk vanuit je verleden en de linkjes leg... Dan zou ik het misschien wel kunnen snappen. Ja, en wat je dan dus vaak ziet, is dat daar dus ook echt bepaalde thema's naar voren komen. En wat je dan dus eigenlijk meestal ziet als je gaat graven, dat daar ook in de interactie met de ouders of de dingen die je hebt meegekregen van je ouders of van andere mensen die je hebt opgevoed, um, of eventueel broertjes of zusjes, dat daar dus een hele, hele verklarende factor zit. En um, ja, ik weet niet of ik dat zo één op één kan zeggen, maar wat je dan vaak ziet, is dat het echt. Ja, het kan verschillende oorzaken hebben dat schuldgevoel, maar je ziet het vaker bij mensen die hele kritische ouders hebben. Je ziet het ook wel vaker bij mensen die, um, waarbij de ouder af en toe in een slachtofferrol kan zitten. En je ziet het ook wat vaker bij de wat meer controlerende ouders. Hm. Dus je kan je dan ook eigenlijk voorstellen dat, kijk, op het moment dat je ouders heel erg kritisch zijn, dat ze hele hoge normen voor jou hebben, dat op het moment dat jij het gevoel hebt dat je daar niet aan voldoet dat je dan eigenlijk jou heel snel schuldig gaat voelen. He, dus stel je voor je maakt een fout, of stel je voor je haalt een onvoldoende, of stel je voor eh, je zegt iets verkeerd, dan voldoe je daarmee eigenlijk niet aan de verwachtingen van je ouders, bewust of onbewust. En als gevolg ga je je dan schuldig voelen, want he, je schiet eigenlijk tekort ten opzichte van de verwachtingen van je ouders. En het gevolg van dat gevoel van tekortschieten is dat jouw ja, lichaam geeft je eigenlijk een soort van schuldgevoel. Yeah. Om te voorkomen dat jij je in de toekomst weer tekort gaat schieten. Dus dan moet je alles eigenlijk maar perfect doen. En moet je maar gaan maken van hé, hey, als ik maar 100% alles altijd goed en perfect doe, dan heb je niet het gevoel dat je tekort schiet. En dan hoef je dus ook niet schuldig te voelen. En dan voel je, je dus wel aan die norm. Ja, en kinderen zijn nogal zijn volgend van aard natuurlijk. Ze volgen wat de ouders hen vertellen. Dat is, dat is hoe kinderen zijn. Zodat ja. ze op een dag zelfstandig zijn. Maar in plaats van dat dat kind dat vingertje naar de vader toesteekt... van, hé, hey, jij moet niet zo kritisch zijn op mij... of jij moet even stoppen daarmee... gaan ja. ze dat vingertje naar zichzelf wijzen. Van, hé, hey, ik ben schuldig van papa... vindt het niet goed wat ik nu doe. Ja. Dus dat, dat zie je ook vaak bij kinderen... Die, die kijken heel erg naar zichzelf en niet naar de omgeving. Omdat ze aan het ontwikkelen zijn. Ze zijn reflectief met zichzelf bezig. Dus als iemand zegt van, hé, hey, je doet dit niet goed genoeg... dan is het niet van, hé, hey, jij moet even rustig aan doen, maat. Maar het is van, hé, hey, Chris, ja. jij ik doet het, het niet, niet goed... goed. Schuld komt omhoog, emotie komt omhoog. Ik moet hier iets mee. Ja, dus zeker. het is best wel een impact eigenlijk. 100%. En wat je dus ook soms ziet, is dat schuldgevoel heel erg centraal komt op het moment dat het op emotioneel vlak minder goed gaat met de ouders. Eh, dus stel je voor je ouders die scheiden, je moeder die is altijd verdrietig of die is depressief of die is super angstig. Dat je zelf dus eigenlijk heel erg gaat aanpassen om maar te zorgen dat die ander zich beter gaat voelen. He, of dat je dan misschien in vriendschappen of in relaties merkt. van hé, hey, als mijn partner zich slecht voelt. dan voel ik me dus heel schuldig. of dan voel ik me ook heel erg slecht. Dus dat je eigenlijk een beetje opgaat in de misère van de ander. En dat je dus heel erg schuldig voelt. Dat je eigenlijk denkt van hé, hey, diegene voelt zich slecht. dus ik voel me schuldig, want diegene voelt zich slecht. En of ik heb daar een aandeel in, of ik heb het niet kunnen voorkomen, of ik kan het niet herstellen. Yeah. Dus dat je daarin dus eigenlijk heel erg. Uh, ja, uh, en, dat, en dat kan soms ook teruggaan. Hè? Soms had een ouder dan een, uh, ja, een, een psychisch probleem. Hè? Soms, had, uh, soms kan je ook bijvoorbeeld ouders hebben die um, wat meer in de slachtofferrol zitten. Die op het moment dat ze bijvoorbeeld in scheiding liggen, dat ze jou als kind, als volwassene gaan behandelen. In plaats van dat ze hun emotionele belast met vrienden bespreken, met gelijkwaardigen, met volwassenen. Als ze dan met kinderen gaan bespreken, dan voelt het kind zich eigenlijk ook een beetje medeverantwoordelijk voor de emotionele situatie van de ouder. Ja, dat is zo interessant. Dat schiet me ook iets te binnen, wat ook wel heel boeiend is, denk ik. Dat mag je zelf beoordelen. Maar je ziet ook bij onveilige thuis, of ja, on, on, ja, het is niet onveilige thuis, maar thuis situaties waar die niet optimale setting hebben. Instabiel. Instabiele thuis situaties of thuis situaties waarin jij als kind niet krijgt wat je nodig hebt, of jouw dingen worden aangedaan die jij, waar jij niet om gevraagd of of die jij niet wilt. Zie je ook vaak dat de ouders jou als volwassene behandelen. En als je ouder wordt dan word je niet als volwassene behandeld, maar als kind behandeld. Heel verwarrend. Ja, dus ik denk dat ook genoeg mensen thuis zullen denken van... Hey, of mensen die bijvoorbeeld bepaalde ouders hebben... die niet, niet op een hele fijne manier of op of, of bepaalde... zelf eigenlijk slachtoffer, slachtoffer zijn geweest van trauma's... waardoor ze zich anders gedragen dan gemiddeld. Ja. Maar die zullen dit denk ik ook wel herkennen, dat hun ouders dan op jonge leeftijd moest, moest je dan als kind, uh, weet ik even wat, moest je op je broers passen, moest jij de regie houden, omdat papa en mama altijd uh, aan het ruzie waren, dit en dat. En als ze ouder worden, dan worden ze een beetje betutteld van, hé, hey, uh, uh, hoezo weet jij dat nou weer? Of, dus dat is toch wel heel interessant, die dynamiek, hoe dat, ja. hoe dat gaat. En daarom denk ik ook, een van de grootste impacten voor een, een mens op aarde is de omgeving en de ouders. En daar zit zo ontzettend veel uh, dynamiek en zoveel impact in, dat als er... Als het niet goed gaat met je, of bepaalde patronen of klachten hebt, dat daar ook een heel groot onderdeel zit. Van ja. Dat heeft bijgedragen aan dat jouw brein vandaag de dag reageert en doet wat het doet. Ja, precies, precies. En dat is heel mooi gezegd inderdaad. En soms heb je ook zelfs, hè, dat, kijk, dit is allemaal wat meer onbewust, maar soms heb je ook dus zelfs ouders die eigenlijk um, het schuldgevoel bewust eigenlijk bijna aanwakkeren. Als dus je de. Um, Controlerende, emotioneel manipulatieve ouders die dan eigenlijk zeggen van hé, hey, als je dit niet voor me doet, dan uh, zou ik er heel verdrietig van worden. Eigenlijk die je een nee. beetje voor een karretje spannen om dingen gedaan te krijgen. Dus die eigenlijk hun eigen gevoel eigenlijk een beetje inzetten om te zorgen dat je dingen voor ze gaat doen. Dus dat je eigenlijk een beetje ge, ja, gemanipuleerd wordt op emotioneel gebied. Dus dat als jij denkt van hé, hey, als ik nu voor mezelf kies, dan voelt dat gewoon super. Ego dan ben ik een egoïst. Ja. En je ziet het natuurlijk ook heel veel in relaties. Hè? En dan de klassieker is de narcistische partner. Ja. Zowel man als vrouw. Want je hebt ook narcistische vrouwen. Soms wordt dat ook een beetje. De... Het is vaak over het hoofd gezien. Maar ja, die volgens heb je mij zeker. Narcistische vrouwen zijn wat meer undercover. En de mannen, ja. die, die, die spat, daar spat het iets meer bij af natuurlijk. Ja. Uit. Maar dat is toch wel heel interessant, inderdaad. Dus een bepaalde persoon in je omgeving kan ook inderdaad dat gevoel in jou luxeren. Ja. En ervoor zorgen dat je klachten hebt. En wat ik denk ik ook heel belangrijk vind om de aan toe te voegen is dat schuld, een emotie, doet ook echt pijn. Ja. Het heeft ook degelijk uh, een impact op je. En volgens mij hebben ze dat ook wel eens onder een PET-scan getest. Hebben ze dus gekeken van hebben ze mensen dus emotionele pijn aangedaan? Dus bijvoorbeeld aan een kind gezegd van, uh, of, of aan een persoon gezegd van. Uh, het is allemaal jouw schuld dat we dit doen of we geroepen tegen iemand. Dus een bepaald emotie opgewekt. En ze hebben diegene pijn gedaan. En ze zien ook dat bepaalde gebieden in het brein hetzelfde oplichten bij beide. Dus emotionele pijn is even pijnlijk als fysieke pijn. Ja. Maar de maatschappij accepteert het emotionele pijn minder... omdat we dat niet zien. We kunnen het niet, niet objectiveren. Maar op een PET-scan kun je het wel zien. Ja, zeker. En je hebt ook uh, specifieker nog... je hebt één gebied van het brein... ik pak hem heel even erbij voor de kijker... En um, deze heb ik volgens mij ook nog niet eerder genoemd, met de anterior cingulate cortex. En dat klinkt okay. heel fancy, maar anter anterior betekent eigenlijk aan de voorkant. En uh, cingulate cortex, dat is eigenlijk gewoon dat er een, uh, een bolling eigenlijk in is. Dus ja, in is het, het is ongeveer, Latijn uh, toch, singulaar? Is ook volgens mij een soort van zij, noemen ze ook. Even voor de latinisten volgens mij noemden ze een zeist vroeger ook een singulaar. of Oh ja, zo iets. kijk zoals je ziet, het ziet er, lijkt er ook wel uit op. als een uh, ja. zeist. Maar eigenlijk dit anterior Singulate cortex voor de, voor de kijker, uh, die zit ongeveer hier en daar zit ook eigenlijk het schuldgevoel uh, wordt heel erg aangewakkerd. Dus je ziet eigenlijk inderdaad, ik verwacht dan dat experiment met die pet scan, dat je eigenlijk uh, zeker bij een uh, pet scan of een fMRI dat je dit gebied eigenlijk heel erg goed ziet oplichten. Dus ook bijvoorbeeld bepaalde emoties, die kunnen ook door bepaalde delen van het brein verwerkt worden. En die anterior cingulate cortex heeft dan weer hele sterke verbindingen. zowel met jouw emotionele brein. als eigenlijk met je cortex. of je prefrontale cortex ook. En dat betekent dus eigenlijk ook dat als dat gebied geactiveerd wordt. dat het eigenlijk ook je gedrag gaat veranderen. Want en het heeft hele sterke links met hè, waar je emotionele brein. Eigenlijk situaties verwerkt. Het heeft hele sterke connecties met waar je een geheugen opgeslagen ligt, met je alarmsysteem, met je amygdala die afgaat. Maar het heeft ook een hele sterke verbinding, eigenlijk met je prefrontale cortex. Dus daarmee beïnvloed je ook daadwerkelijk gedrag. Dus ja. op het moment dat jij je schuldig voelt, dan is het ook veel logischer. Dan geeft jouw brein jou daadwerkelijk in van hé, hey, je voelt je schuldig, je hebt iets verkeerd gedaan, ga je maar terugtrekken of ga het maar repareren, ga het maar fixen. Ja. Ja, we zien het ook in het kentewerk natuurlijk. Hè? We zien heel vaak dat amygdala, dus je alarmsysteem, als je bepaalde klachten hebt, dan vuurt die af. Maar we zien ook vaak dat bepaalde klachten of patronen, dus de perfectionisten, de, de mensen met een laag zelfbeeld of, of uh, ja, noem maar wat voor persoonseigenschap je ook hebt, dat als daar schuldgevoel bij komt, dat dan ook de amygdala extra ja, afvuurt, als het ware. En ja. hoe meer je amygdala afvuurt bij klachten, hoe meer die klachten ook in stand worden gehouden door je brein. En de wat wij dus doen in het kentraject is we trekken die allemaal los van elkaar. Je begint in te zien waarom bepaalde emoties je amygdala doen laat afvuren. En waarom bij bepaalde klachten je amygdala afvuurt. En als je mm -hmm. dat lostrekt van elkaar, zul je ook zien dat die onderhoudende factor van jouw brein bij jouw klachten of patronen, dat die steeds minder wordt. Yeah. En dat is denk ik ook echt, echt de kracht van het kentraject. Dat je ook begint in te zien van hé, hey, ik snap nu waar al die paden zitten. Ik snap waar ik aan moet werken. En als we dat doen, zie je ook heel vaak dat klachten flink afnemen of gewoon volledig weg zijn. Dus uh, voor de mensen thuis, als je zelf denkt van: hé, hey, ik ben nog niet helemaal bekend met het kerntraject dat we ontwikkeld hebben. En ik wil even experimenteren of ik bepaalde linkjes heb. We hebben ook onder andere een kernbundel online gezet. Die is helemaal gratis. En dat is een pakket waarin, je dus, waarin we jou dus een, een scanlijst geven. En waarmee jij dus zelf lijntjes kunt gaan tekenen tussen wat er gebeurd is in je verleden en waar je nu tegenaan loopt. En dan kun je zelf dus ook verbanden leggen van: hé, hey, heeft hetgeen waar ik nu tegenaan loop te maken met mijn kern? En dat kun je dus in die kernbundel vinden. We hebben ook een therapeutische meditatie en een video over kerngericht. Dus je hele bundel is nu gratis te downloaden. En dat kun je vinden op onze website op christenajza.nl/slash kernbundel of gewoon christenajza.nl. En dan vind je het vanzelf al. Als je thuis zit en denkt van hé, hey, ik, ik ben serieus geïnteresseerd om echt iets te doen aan mijn patroon en mijn klachten, dan zou je ook het kerntraject even kunnen bekijken op onze website. Daar staat nog veel meer informatie over. En als je denkt van hé, hey, dat vind ik tof. Dan ben je altijd welkom om te kijken of je geschikt bent en of je wilt meedoen met dat traject. Nou, even terugkomend op de vraag van de luisteraar. Dus waarom voel ik me vaak schuldig en wat kan ik hieraan doen? Ja, nou de eerste vraag is, is het logisch dat je jezelf schuldig voelt of niet? Zou een ander, andere persoon met een ander verleden zich ook schuldig voelen in jouw situatie of niet? Zo ja, hè, dan heb je mogelijk ook schuld. En dan, ja, dan moet je daar misschien iets mee. Dan doe je heel veel bijzondere dingen. Ja, misschien moet je er dan logisch. ook iets mee. Stel je voor je echt iets verkeerds hebt gedaan. Ja, misschien moet je dan een relatie of een band of een uh, activiteit rechtzetten. Mm -hmm. um, als het wat minder logisch is dat je je schuldig voelt, dan is de kans inderdaad groot dat dat eigenlijk dieper ligt. En dan is het heel goed om voor jezelf af te vragen van, hey, begrijp ik waarom ik me schuldig voel? In hoeverre voert dat terug naar het verleden en wat ik vroeger ook heb gevoeld? Ja, kan ik dat herleiden, inderdaad. En, en wat kan ik hieraan doen? Ja, ik denk het kernbundel zou een ideale eerste stap zijn. Kijk van waar het vandaan komt. Ja, kijk, zeker. Kijk of je een link kan leggen. Want heel vaak zien we ook, als je precies snapt wat er gebeurt, dat dat ook vaak verlichting geeft. Absoluut, absoluut. Dus ga je jezelf afvragen, inderdaad, van hé, hey, herken ik de situaties waarin ik mij schuldig voel? Kan ik daar een patroon in herkennen? En wat betekent dat voor mij? Ja. Waar komt dat vandaan? Ja, dus voor de luisteraar, download gewoon die kernbundel en ga aan de slag en kijk wat, je, wat, je, wat, wat de link is daarin. Heb jij nog een tip van de week voor ons? Ja, de tip van de week is eigenlijk misschien de komende week inderdaad bij jezelf na te gaan structureel van uh, voel ik me schuldig en waar voel ik me schuldig over. Dus ga eigenlijk alle situaties opschrijven waarin je je schuldig voelt en ga dan die dingen die je op hebt geschreven, misschien bespreek die gewoon met... Uh, je partner of een vriend of een vriendin of een broer of een zus. Iemand bij wie je, je vertrouwd voelt. Je ouders kan ook natuurlijk. En uh, vraag eens even of een ander zich daar ook schuldig over zou voelen. Ja. Dan kan je gelijk bij een ander testen van, hey, ligt het aan mij? Ja. <laughs> of is het logisch dat ik me hier schuldig bij voel? En ja. om dan voor jezelf even te gaan kijken van, hey, waar zit het hem in bij mij? Ja, hele goeie. Ik ben benieuwd. Ik ga, ik ga hem zelf ook doen. Nou, wat leuk. Ik ben benieuwd, als ik me weer erg schuldig over voel, dan uh, ga ik mezelf testen. En overleg het met je padelpartners of het logisch ja. is of niet. Vind jij het oké okay dat ik me schuldig voel? Nee, ja, het <laughs> wordt een heel interessante pot. Oké, okay, dan nou wil ik je hierbij bedanken dat je weer aanwezig was, Aisha. Yes, jij ook, bedankt. Graag gedaan. En uh, voor de luisteraars thuis, vond je dit een interessante podcast? Vergeet dan vooral niet sterretjes achter te laten onder deze podcast of een duimpje achter te laten. Het helpt ook enorm als je je abonneert op ons kanaal. Daardoor snapt het algoritme van dat, dat wij ja, misschien toch wel interessante dingen delen en dan worden we meer naar de buitenwereld uh, vertoond. En onze missie is het om Nederland mentaal sterker en gezonder te maken en daaraan kan jij dus bijdragen. Dus met een like, met een comment, dat helpt ook enorm. Of bijvoorbeeld als je ons, onze podcast deelt in je stories, dat vinden we ook altijd ontzettend leuk. Voor nu zou ik zeggen bedankt voor het luisteren en uh, ja, tot de volgende week dan maar weer. Tot de volgende week.